Ie! Oh ja. En dan hoor je hem denk ik hierachter vast te maken. Ik zal deze wel op mijn kast zetten. Ja, iets nieuws krijgen is natuurlijk superleuk, maar dat kan niet iedere dag. Daarom kan je unboxing video's kijken op internet. Dan is het net alsof je het cadeau zelf krijgt. Dit is mijn top 5 unboxing. Ik heb hier een hele grote doos met 5 pakjes en ik heb zelf dus ook geen idee wat erin zit. Dus laten we er samen gaan achterkomen. Dit is nummer 5. Oké, ik heb hier nummer 5. Het is een beetje een vierkant. Het is ook best wel zacht. Ik zie hier al wat plastic en geel. Ah, volgens mij weet ik wel wat het is. Volgens mij is dit een SpongeBob onesie. Oh, dit voelt echt super zacht. Het is ook echt vet groot. Welke maat is dit? Een 160, oh, dat is een kindermaat. Met dus echt een hele lange rits. Die gewoon helemaal kan dichtritsen. Hij kan ook 2 kanten op. Dus je kan hem zo doen. En zo. Hij heeft hier ook 2 zakken. Dat vind ik altijd wel lekker. Je ziet hier een soort halve SpongeBob. Daar zie je hem ook helemaal. Superleuk. Oh, deze is zo zacht. Ik ga hem gewoon zelf even aantrekken. Nou, ik heb hem aan. Hij zit dus echt super lekker. Hij is echt vet zacht. Van binnen en van buiten. En echt, echt lekker. En dit is een capuchon. Best wel cool. Nou, ik ga deze maar uittrekken, denk ik. Nummer 4. Oké, okay. Ik ben heel benieuwd wat het is. Want je voelt al een beetje door het pakpapier heen dat er een soort van... Hier zit een soort... houder of een hendel of iets. Dus ik ben benieuwd, ik ga het uitpakken. Het is een ninja gear van Donatello van de Ninja Turtles. Er staat, word je favoriete ninja turtle? Nou, dat wil ik wel eens zien. Ik gebruik hiervoor een Stanley mesje, maar dit is wel heel scherp, dus pas op. Ik ga ook even oppassen, maar laat het vooral even je ouders doen. Als je dit los wil krijgen. Even kijken. Een beetje oppassen voor de scherpe randjes. Maar dit is dus het masker van Donatello. En het is mooie, mooie paarse kleur. Oh ja. En dan hoor je hem denk ik hierachter vast te maken. Dit is dus de vechtstaf. Het is een... ja, van plastic. Dit is zilver met paars. En hierboven zit een soort, nou, het lijkt wel bijna een speerachtig iets. Dat je hem zo... En dit, hier zit een klemmetje op. En die kan je denk ik aan je kleding klemmen. Dan hoor je natuurlijk echt bij de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ik voel me wel echt een ninja nu. Nummer 3. Nummer 3. Dit pakketje voelt... Nou, ik kan nog niet heel veel daaraan afvoelen. Hierboven zit karton en hier zit denk ik echt het product. Volgens mij zie ik al iets SpongeBob-achtigs. SpongeBob SquarePants. Het is een opblaasbare SpongeBob die je op je hoofd kan zetten. Dit is echt heel grappig. Super grappig. Het voelt dus ook wel echt als zo'n strandbal die je kan opblazen. En hier zit dan het tuutje waar je doorheen kan blazen. Ik ga proberen of ik hem kan opblazen. Ik vind ballonnen opblazen ook altijd heel lastig op de een of andere manier. Nou, en dan is hij opgeblazen. Oh. Hij is ook lekker stevig. Dus de bedoeling is dat je dit op je hoofd zet. Ja, het dempt wel een soort van meteen je hele oren af, dus ja, je hoort eigenlijk... Wat zeg je?
Hè? Oh. Nou ja, je hoort dus niet zoveel meer en je haar wordt ook een beetje statisch. Maar verder is dit wel echt een heel grappig ding. Hey, ben je al geabonneerd? Nee? Doe dat dan even snel en doe gelijk even een duimpje omhoog. Nummer 2. Nummer 2. Wat zou dit nou zijn? Nou, ik hoor wel iets, maar ik kan niet echt eraan afleiden wat het is. Ik ga hem gewoon uitpakken. Oeh, het is weer iets van de turtles. Ah, het is gewoon een turtle. En wie is dit? Oh, Raphael is dit. The Muscles staat eronder. Want Raphael is de grootste en sterkste turtle van ze alle vier. Nou, dit is dus Raphael. Hij is echt super groot. Maar hij staat ook natuurlijk ook bekend om zijn grootte en zijn spieren. Ja, hij is ook super bewegelijk, want je kan dus en die benen gewoon zo alle kanten op bewegen. En die armen ook. Zijn hoofd ook? Nee, zijn hoofd dan weer niet. En er zit nog meer in de doos. Dit zijn dus zijn vechtstokken. En die kan je denk ik, als het goed is, wel zo... in zijn handen steken. En hij heeft hier dus ook van die superhandige houders. Waarin je het ook kan stoppen. Dit is wel echt een hele toffe action figure, want hij is gewoon super groot. Hij kan zelf staan. En je kan er gewoon super leuk mee spelen, omdat hij gewoon zo flexibel is. Hiya! Ja. Ik zou deze wel op mijn kast zetten. Nummer 1. Nummer 1. Dit is ook meteen voor mij wel de grootste. Nou, ik weet echt niet wat het is. Ik voel wel van alles. Ik weet niet, ik ga hem openmaken. Oh wauw. Het is een supergroot slijmblaster. Het gaat 7 meter ver kan je ermee schieten. Nou, ik ga hem openmaken. Heb ik weer even mijn tangetje nodig. Dit. Instant slime. Dit zit er dus allemaal in. Dit is de tank of zo. Oh ja, dit is de tank. En hier kan je dus slime in doen door zo'n zakje te gebruiken en water. Dit is dus de houder. Je houdt hem denk ik zo vast. En dan komt hier het slime uit. En dan heb je 2 tanks waar je dus slime in kan doen. En dat slime doe je erin door middel van zo'n zakje. Instant slime heet het. En zodra je er water bij doet, wordt het gewoon meteen slime. Dus dat ga ik nu proberen. Water en slijmpoeder, denk ik. Dit er eerst in doen. Dan doe ik er water bij. Oh ja, wow, het gaat gewoon meteen kleuren. Al lijkt het wel wat meer blauwig. Nu zit hij aardig vol, dan doe ik deze weer dicht. Misschien even schudden, want volgens mij zitten allemaal stukjes. En dan heb je dus gewoon een slime blaster. Oké, ik heb de tank erin gedaan. De kleur slime ziet er echt wel mooi uit. Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat zijn. Ik ga pak even een papiertje om te oefenen. Deze dus naar voren halen. Zodat je dat een beetje pompt. Oké, ik ga het proberen. Oh! Ie. Het is dus echt een beetje wel een slijmerige substantie. Het is nog best wel een beetje waterig, dus ik denk dat je wel meer dan 1 zakje hierin kan doen. Oh. Nou, ik heb een beetje geoefend, maar ik wil eigenlijk gewoon testen of die hard kan spuiten. Want er staat op de doos, kan 7 meter ver. Dus op zich ben ik daar wel benieuwd naar. Ik ga het hier gewoon op de muur doen. Hopen dat de baas niet voorbij komt. Ik heb er een muurschildering bij gemaakt. Ik vind het heel mooi en nou, het is wel echt lekker slimy. Ik ben er wel blij mee. Ik vind het een goed cadeau. Dit was de top 5 unboxing. Met welk speelgoed zou jij wel willen spelen? Laat me even weten in de reacties. En als je meer van dit soort video's wilt zien, vergeet niet te liken en abonneren. Doei!